Bij elke verandering in het voederrantsoen van melkvee is een nieuwe rantsoenberekening nodig. Dat is noodzakelijk om de koeien naar verwachting te laten presteren. Via een uitgebalanceerde rantsoenberekening kan het melkvee optimaal presteren op een economische manier. Via het rantsoen probeer je nog iets meer melk te genereren bijvoorbeeld. Dat is een van de redenen dat we het daardoor herberekenen. Of het is bijvoorbeeld omdat de mest van de koeien iets beter mag. Dan kan je ook je rantsoen daarvoor gaan aanpassen. Eigenlijk. Dus het zijn eigenlijk verschillende factoren. Eigenlijk. Het is eigenlijk zo'n beetje een puzzel leggen en kijken wat dat het best bij elkaar past. Eigenlijk, om eigenlijk globaal de koeien goed te doen draaien, zeggen we dat tegen te doen. Wel, wat we eigenlijk zien is wat dat één koe om de 24 uur moet zien op te krijgen. Vandaar dat het ook belangrijk is, ik vind het mooi om een keer visueel voor te stellen, dat eigenlijk iedere koe om de 24 uur 30 kilo kuilmaïs, 10 kilo graskuil, 10 kilo perspulp, 2,2 kilo sojaschroot en dan ook 2 kilo herst en maïs en dan een beetje additieven en mineralen. Een bijkomend punt dat ik ook belangrijk vind is dat de kostprijs van die hoopjes meestal niet is wat ze denken. Moest dan een melkveehouder vragen hoeveel, wat is nu het duurste hoopje, gaan ze zeggen die sojaschroot. Soja is inderdaad per kilo wel heel duur, maar je ziet ook in volume, eigenlijk is kuilmaïs in het dagrantsoen het duurste product. En als je dan bekijkt, op veel bedrijven ga je nooit geen krachtvoeder verloren zien gaan. Terwijl dat ze soms vergeten dat die maïs en die graskuil ook haalt kosten. En je ziet dan soms op bedrijven dat er redelijk wat veel maïs moet weggegooid worden. En slechte maïs mogen niet geven aan de koeien. Maar als die slecht wordt, moet je voorkomen dat die in feite slecht wordt. Want het kost u ook geld. Melkveeadviseurs van Inagro gaan langs op bedrijven om het voederrantsoen te herbekijken. Een rantsoenberekening start je nooit van nul. Koeien zijn eigenlijk al bezig voer op te nemen en zijn daarmee ook al aan het produceren. En op een melkveebedrijf heb je eigenlijk twee cijfers waarmee je eigenlijk kunt gaan kijken hoe produceert die koe nu. Een eerste is de NPR, dus dat is de melkcontrole. Om de maand of om de 6 weken wordt er eigenlijk van iedere koe individueel een staaltje genomen, wordt er ook gekeken hoeveel melk dat die koeien gaan produceren en wat dat er dan in de melk zit. Wat is het voordeel van die NPR? Is eigenlijk dat de groepen dieren worden onderverdeeld in minder dan 60 dagen in lactatie, tussen 60 en 120 dagen in lactatie, dus 120-200, 200 tot 305 dagen in lactatie en dan nog een keer boven de 305 dagen. Waarom is dat belangrijk dat we in die groepen onderverdeeld krijgen? Je ziet dikwijls bepaalde cijfers dat de ene groep beter of minder goed presteert dan de andere. En daar kun je eigenlijk ook op gaan focussen. Bijvoorbeeld als de groep minder dan 60 dagen en tussen 6 en 120, dus de beginlactatiegroep, minder scoort dan de eindlactatiegroep, dan kun je eigenlijk al gaan stellen van ja, misschien is het niet aan het basisrantsoen van melkkoeien, maar moeten we de droogstand een keer gaan bekijken, dat die opstart niet goed verloopt. Op het moment dat daarentegen de koeien 2,5 van lactatie minder goed scoren dan beginlactatie, dan is eigenlijk, zit er voldoende eiwit in het rantsoen. Of is het rantsoen ietsje te traag, want dat is de groep van koeien die te weinig krachtvoeder krijgen. Op het moment dat ze geen krachtvoeder krijgen, vertraag je automatisch je rantsoen. Een ander punt, hoe ga je het verschil in die groepen gaan bekijken, hebben eigenlijk op CRV de BSK gebruikt. Dus de BSK is bedrijfsstandaardkoe. En die bedrijfsstandaardkoe gaat eigenlijk alle producties van de koeien, gelijk wanneer in de lactatie, terugbrengen op hun topproductie op 60 dagen in lactatie. En daarmee kunnen die groepen dan gaan vergelijken. En wat ik nog heel interessant vind, is dat je eigenlijk in een grafiek ziet wat gebeurt er ten opzichte van zwarte blokjes zijn dit jaar, grijze blokjes zijn vorig jaar. Zowel kunnen kijken wat was het ten opzichte van de vorig jaar dezelfde periode, maar ook ten opzichte van de voorgaande maanden. Dus op het moment dat zo'n blokje lager uitkomt, weet je ook al van oei, ze zijn ietsje minder aan het produceren, maar we moeten gaan kijken aan wat dat ligt. Op het moment dat die blokjes hoger zijn, dat is een goed teken, dat wil zeggen dat we goed bezig zijn. Dus als de NPR één keer per maand gebeurt voor alle koeien individueel, en eigenlijk iedere levering dat de melkveehouder doet naar de melkerij, wordt er een staal van genomen. Dat staal gaat naar het melklabo, MCC, en dat gaat in feite dan geanalyseerd worden. Iedere monster wordt geanalyseerd op vet, op eiwit en op urium. 4 keer op een maand wordt dan nog een keer celgetal bepaald, 2 keer op een maand kiemgetal en 2 keer op een maand koliegetal. Cel, kiem en koliegetal heeft heel weinig te maken met voeding. Vet, eiwit en urium daarentegen heel veel.
Dus het vetgehalte en eiwitgehalte in de melk, op het moment dat vet plots sterk zou dalen, dan moet je beginnen denken op pensverzuring. Het eiwitgehalte heeft zo'n indicatie, hoe spert die pens? En het urinegehalte vind ik een heel belangrijk parameter. Voor de veehouder heeft het geen effect op zijn betaling of op strafpunten, maar het heeft wel een indicatie hoeveel eiwit ontsnapt er door de penswand die naar de bloedbaan gaat, om daar in feite omgezet naar de lever gebracht te worden, omgezet te worden tot urium. En urium in bloed, omdat er ook heel veel bloed nodig is om een liter melk te produceren, is ook rechtstreeks geleerd met urium in de melk. En daaraan kun je een beetje bepalen van, moet ik mijn rantsoen gaan aanpassen op onbestendig eiwit. Een hoog urium in de melk met een laag eiwitgehalte gaat altijd induceren, we hebben te weinig pensenergie. Op het moment dat je met een hoog eiwitgehalte in de melk zit en een hoog uriumgehalte, dan kun je inderdaad de reflex hebben, oei, er zit ietsje te veel onbestendig eiwit in mijn rantsoen. En dat kun je eigenlijk gaan opvangen door ander soort eiwitcorrectie te gaan toepassen. Dus een basis van de rantsoenen zijn natuurlijk de ruwvoeders. En op de meeste bedrijven hebben we van de ruwvoeders een kuilanalyse. Dus de kuilanalyse, zoals in dit voorbeeld, bestaat er droge stof op. Het eiwit, totaal eiwit, de VEM, de DVE, OEB, waarmee je kunt gaan berekenen. Wat dat wel altijd belangrijk is dat je eigenlijk hetgeen op papier staat, toch een keer gaan bekijken bij de kuil. Dus een aantal parameters kun je zien van, klopt het met hetgeen dat ik op papier staan heb? Of zet er toch een nuance op, moet ik even in mijn achterhoofd houden van, ja, het is een heel straf op eiwit op papier, maar in werkelijkheid is het ietsje minder goed. Hoe ga je eigenlijk gaan checken, dus op eiwit is dan een kleur, je pakt eigenlijk een keer het gras en je kijkt hoe donker het kleur is. Bijkomen terwijl je gras in een ander hebt, kun je ook al een keer voelen de ruwe zaalstof. Want het onderste deel van die kuil is de ruwe zaalstof heel jong. En op het moment dat je dit dan in je handen neemt en je houdt dat zo, wrijft een keer met je handen door, dan voel je dat dat heel weinig prikt. Kunnen zeggen, oké, het klopt, er zit heel weinig ruwe zaalstof in. Als je het bovenste deel van de kuil pakt, je ziet dat ook een klein beetje al naar het snijvlak toe. Maar als je dat in je handen laat spelen, dan voel je eigenlijk al iets meer prik die ook kraakt onder je vingers. Je ziet ook, op het moment dat je dat weer openlaat, dan gaat dat gewoon weer open. Dus zeg je van, hier zit er meer structuur in het onderste deel minder structuur. Op analyses klopte dat, wat we eigenlijk ook op papier gezien hadden. Checken van een kuil of er al dan niet al broei in optreden, is eigenlijk, kun je best met temperatuur. Je kunt dat op gevoel doen, maar je kunt ook met een thermometer gaan werken om een keer te kijken. Normaal gezien gaan we er altijd vanuit, in het midden, onderaan een kuil, is het meest aangereden, ga je ook minst kans op broei hebben. Dus beneden heb je eigenlijk, ga je normale temperatuur hebben. Dat is 19,2 graden. Dus dat is eigenlijk de basis, dat kun je eigenlijk gaan checken van kijk, als boven warmer is, wil dat eigenlijk zeggen, er is daar toch iets van broei die aan het optreden is. Dus op het moment dat we dan boven gaan kijken, we gaan hem hier, dat is eigenlijk altijd het gevaarlijkste punt van een kuil naar broei toe. Op het moment dat we hem hier in gaan steken, dan zie je 25, 26, die gaan nog naar boven. Dus wat wil dat zijn, dat er eigenlijk al micro-organismen aan het verwerken zijn, een deel van het materiaal afbreekt, dat is het minst erge. Dat verlies van materiaal, het ergste is dat de smaak ietsje naar beneden gaat daardoor. Een heel belangrijk punt, voordat je eigenlijk gaat berekenen hoeveel voordroog en hoeveel mais dat er in een rantsoen gaat, is dat je kunt weten, gaan we ook de periode dat er beschikbaar is, hoe lang gaat die periode duren. Dus daarom moet je weten, hoeveel kilo droge stof zit er in een kuil. En om dat te bepalen, moet je eigenlijk gaan uitrekenen hoeveel kilo droge stof zit er per kubieke meter. Om gemakkelijk te werken, voor de vuist weg, gaan we eigenlijk zeggen 195 kilo droge stof per kubieke meter bij kuilen, graskuilen beneden de 2 meter hoogte, 205 erboven. We hebben wel nu op Inagro een nieuw toestel gekocht, die eigenlijk de Master Forage Probe vanuit Amerika gekocht. Die eigenlijk een bepaalde cilinder, dat je gaat boren in de kuil, dat je dan ook op verschillende plaatsen moet dat wel doen, want beneden in de kuil is veel denser dan van boven. En dat je zo kunt eigenlijk gaan achterhalen van hoeveel kilo droge stof zit er nu exact in. Dus we hebben 10 centimeter diep geboord. We hebben nu het materiaal in deze cilinder zitten van 10 centimeter diep. We gaan dat nu gaan wegen. Dus naar de weegschaal. Dat is 120 gram. 120 gram. 10 centimeter diep.
Dat zou 173 kilo droge stof per kubieke meter zijn. Dus de droge stof van de maïskuil, op papier staat er nu 33,2. Wat weten we natuurlijk? Dat de bovenste gedeelte groenere maïs was dan het onderste gedeelte, ietsje rijpere maïs. We testen altijd, natuurlijk 33 is juist al een limiet, maar op het moment dat je rond die 32 en lager zit, iets dat we eigenlijk liever niet hebben in een kuil, 32 is ietsje te groene maïs, kun je op het moment dat je heel hard nijpt, sap langs je vingers laten druitnijpen. Dus onder de 32 kun je eigenlijk zoal testen, of voordat je een analyse hebt, van oei, die is aan de nattere kant. Naar kleur toe zie je wel van, die is ietsje minder rijp gehakseld. Je ziet dat omdat dat zo groene hele kleur heeft. Als we naar beneden gaan kijken, als we zo'n maïs nemen, dan zie je dat dat ietsje bruiner heel kleurt. Dat wijst op meer rijpere maïs. Dat zijn zo'n aantal parameters die je gaat bekijken. Wat dat we ook vaststellen op analyse, staat er het zetmeelgehalte. Zetmeelgehalte staat er 335 gram zetmeel. Maar ik heb nu juist van het onderste genomen. En als je dat laat openvallen, ja, dat, hetgeen dat je in ogen springt, is eigenlijk duidelijk meer graan in. Dus het zetmeelgehalte van onder gaat wel hoger zijn dan dat er op de analyse staat. Waardoor je dat weer in je achterhoofd kunt steken. We hadden dan uitgerekend dat er vanmorgen 350 gram extra maïsmeel in transoen moest voor hetzelfde zetmeel. Dat dat in feite ietsje minder zou mogen zijn. En er zijn toch wel een aantal factoren die belangrijk zijn voor een maximum droge stofopname. Bijvoorbeeld, is het rantsoen voldoende smakelijk? Als adviseur gaan we daarom altijd, terwijl we aan het voer gaan komen, een keer kijken naar dit rantsoen. We nemen het vast, we voelen meteen of er broei optreedt of niet. Maar we voelen meteen ook of dit voldoende prikt voor de koeien, als er voldoende structuur aanwezig is. En we ruiken ook even. Als dit voldoende vers ruikt, niet muf. En als het rantsoen voldoende gemengd is, dan zou het nu ook mooi moeten openvallen in mijn handen. Dan is het geen watje of geen prop die in mijn handen blijft, maar valt het mooi open. Dit zijn eigenlijk al belangrijke factoren om de droge stofopname te maximaliseren. We zien hier ook een gekookte voerhang. Dat zorgt er eigenlijk voor dat er minder voerrest in de putjes kunnen blijven van de beton. En dat zorgt dus ook dat er minder broei kan optreden. Dat zorgt dus ook weer dat de smakelijkheid en opneembaarheid van het rantsoen oké is. Maar verder, wanneer dat we eigenlijk merken dat bijvoorbeeld een veestapel onvoldoende produceert en dat we denken dat de droge stofopname niet oké is, dan gaan we een aantal andere vragen stellen. Bijvoorbeeld, zijn er wel voldoende eetplaatsen naar gelang het aantal koeien in de veestapel? Of hebben de koeien voldoende toegang tot voeder? Is er wel altijd voeder beschikbaar? Of komen we toch enkele uren per dag zonder rantsoen te staan? Wordt het voldoende aangeschoven? Is het correct gemengd? Dat is ook een heel belangrijke factor. Daarom dat wij ook altijd een keer de laadvolgorde opvragen. Wat gaat er eerst in de mengwagen en wat gaat er laatst in de mengwagen? Is het ook voldoende gemengd? Zijn de messen niet versleten? We moeten toch wel regelmatig de melkveehouders daar een keer op wijzen. Ook een aandachtspunt waar we soms niet meteen aan denken, is de tijd dat een koe niet naar de voerhang kan komen. Wanneer ze eigenlijk in de wachtruimte staat van de melkinstallatie en ze staat daar meerdere uren, omdat er een lange wacht of een lange melktijd is, dan zijn er eigenlijk ook wel een aantal uren dat een koe geen toegang heeft tot het rantsoen. Waarom gaan wij soms het rantsoen gaan zeven? Dat is als we opnieuw merken dat er bepaalde problemen optreden bij de veestapel en we vermoeden dat de opname misschien niet correct verloopt door de koeien. Dan kijken we eens of dat het rantsoen eigenlijk wel correct gemengd is. Er kunnen namelijk op verschillende momenten problemen optreden of selectie optreden bij de koeien. Het zij bijvoorbeeld als het rantsoen door de mengwagen niet correct wordt gemengd, dan kunnen we verschil zien in het rantsoen aan het begin van de voerhang ten opzichte van het einde van de voerhang. Dat kunnen we via de zeef beoordelen door eigenlijk staaltjes te verzamelen meteen na het mengen of op verschillende plaatsen in de voerhang. Maar het kan ook zijn dat het rantsoen onvoldoende gemengd is en dat er eigenlijk doorheen 24 uur selectie gaat gaan optreden. Als we dat willen beoordelen, dan vragen we aan de melkveehouder om ongeveer om de 6 uur stalen te nemen van het rantsoen, dit aan de kant te zetten en dan komen wij langs, zeven wij eigenlijk alles uit en kijken we of de verdeling van grove en fijne fracties, wat we hier eigenlijk zien, hier hebben we de grove fracties en tot de fijne fracties, of die eigenlijk gelijk verdeeld zijn. Hoe groter de verschillen die optreden, hoe groter de problemen en dan is het nodig om de laadvolgorde of de mengwagen zelf na te kijken. Om dus het rantsoen te gaan beoordelen, kunnen we het eigenlijk gaan uitzeven via een schutbox met vier lagen. We nemen daarvoor staaltjes, of de veehouder heeft de staaltjes klaargezet en nu ga ik zelf ook een keer een staal nemen.
We gaan dat staal eigenlijk eerst afwegen om te weten hoeveel dat we in de hen hebben. En dan gaan we dat verdelen over de schutbox. En gaan we het uitschudden. En op die manier kunnen we dus beoordelen hoe het rantsoen eigenlijk in verschillende fracties is verdeeld. Of er dus niet te veel grove of niet te veel fijne fractie, of er ook niet veel variatie tussen de verschillende staaltjes onderin kan optreden. Eigenlijk het moment dat we gekeken hebben naar de kuilen en dat we eigenlijk de voeropname aan het voerhekken wat hebben beoordeeld, gaan we ook altijd een keer tussen de koeien gaan. Het is heel belangrijk om eigenlijk van de koeien zelf ook signalen op te vangen, want die kunnen ons heel wat vertellen, namelijk over de conditie kunnen we bijleren, de pensvulling kunnen we beoordelen, mest kunnen we gaan bekijken, die zegt veel over de voeding, als ook het herkauwgedrag van de koeien, de glans op de vacht enzovoort. Dat bekijk ik eigenlijk heel graag altijd tijdens mijn bezoek en dat doe ik ook samen met de veehouder. Dus hier zien we bijvoorbeeld een eindlactatiekoe. Deze staat hier in de ribben al iets ruimer in conditie. Ook op de ruggengraat zie je eigenlijk niet zoveel hobbeltjes meer, laat ons maar zeggen. Zie je eigenlijk meer dat de ruggengraat al ingebed is in een ruimere lichaamsconditie. En dat zie je ook rond de staart. En als we achteraan zouden kijken, ook aan de koekoeksgaten. Wanneer dat we eigenlijk gaan kijken naar een ander dier. Dit is eerder een beinlactatiedier. Daar zie je de ribben iets meer uitgesproken. En daar zien we ook op de ruggengraat meer hobbeltjes. Dus deze ruggengraat steekt ook meer uit, is minder ingebed en dus eigenlijk een minder ruime conditie. Ook rond de staart, als we hier gaan kijken aan de koekoeksgaten, zie je ook dat deze minder in het vet ingebed is. Dus eigenlijk wel meer de conditie van een beginlactatiedier, zoals Karel eigenlijk bevestigde. Dit is een koe die nog niet zo lang gekalfd is. Dus voor ons is het vooral belangrijk dat we dan ook goed herkennen, dat we goed bevestigd worden in het gesprek, dat dit wel degelijk een beginlactatiedier is. Want dit mag niet de conditie zijn voor de ganse veestapel. Het is belangrijk dat dat vooral, als het voorkomt, eerder bij de beginlactatiekoe is. En dat we dan toch wel eerder een klein beetje ruimer nog zien naar een gemiddelde lactatiedier. Ook belangrijk tijdens de rondgang is eigenlijk om een aantal koeien te tellen op vlak van herkauwslagen. Bijvoorbeeld dit hier is nu aan het herkauwen. Om eigenlijk goed te kunnen tellen, moeten we wachten tot ze zo meteen eventjes inslikt. En dan eigenlijk een nieuwe bol, laat ons zeggen, ophoest en dan begint te knabbelen. En dan tellen we als adviseur of met de melkveehouder hoeveel keren die koe nu precies knabbelt op een bol tot ze terug inslikt. Graag hebben we liefst rond het 60 keren of 65 keren per bol dat ze eigenlijk knabbelt. Kijk, zoals nu kunnen we goed zien. Nu gaat ze zo meteen ophoesten. Voilà. En nu kunnen we eigenlijk beginnen met tellen. Het is heel belangrijk om dat te herkennen. Moment dat we te veel herkauwslagen hebben, wijst dit op te veel structuur in het rantsoen. Te weinig herkauwslagen is eigenlijk een signaal naar te weinig structuur in het rantsoen. Maar we gaan eigenlijk ook altijd kijken hoeveel koeien zijn er nu die neerliggen. En op die neerliggende koeien gaan we ook kijken hoeveel zijn er daarvan aan het herkauwen. Op 10 neerliggende koeien heb ik graag toch 7 herkauwende koeien. Waar we eigenlijk tijdens de rondgang ook altijd willen op letten, dat is de pensvulling. En eigenlijk zeggen we daar de gevarendriehoek tegen. De gevarendriehoek die kun je eigenlijk hier gaan zien. Dat is eigenlijk net na de rib tot aan dat eerste heupbeen. Dan zie je eigenlijk hier zo een driehoek verschijnen. En als je daarop let bij je eigen koeien in de veestapel, dan kan deze meer of minder ingevallen zijn. Natuurlijk rekening houden met het voertijdstip, wanneer heeft dat dier voor het laatst gegeten. Maar het is dus heel belangrijk om toch een keer tussen de koeien te lopen en ook te kijken, zijn er niet te veel koeien waarbij deze te diep is ingevallen. Want dat wil dan zeggen dat er waarschijnlijk een te lage voeropname is bijvoorbeeld. Of is deze ook niet te ruim bolvormig, want dan kan dat wijzen op bijvoorbeeld een traag rantsoen. Een ander signaal, eigenlijk gelinkt aan voermanagement, zijn toch wel wrijfplekken in de nek. Als je rondloopt bij sommige veestapels zie je daar duidelijk enkele knobbels verschijnen. Dat kan wijzen op koeien die misschien te ver moeten reiken naar het rantsoen. Dus misschien onvoldoende aanschuiven kan daar een rol spelen. Maar misschien ook een correcte afstelling van het voerhek. Is dan ook heel belangrijk dat, het eigenlijk, dat er geen boutjes zitten waar de koe vaak passeert. Je moet rekening houden dat de koe gemakkelijk 8 tot 12 keer per dag hier moet aanwezig zijn aan dit voerhek. En dat dan eigenlijk ongeveer 2 tot 2,2 kilo droge stof per beurt gaat gaan opnemen. Dus maar het aantal keren is toch wel vrij groot, waardoor dat heel belangrijk is om er als melkveehouder op te letten.
Terwijl dat we eigenlijk op wandel zijn tussen de koeien, gaan we ook altijd gaan kijken naar de klauwen bij de dieren die rondstappen. Zijn er daar veel met slechte klauwen of slechte been of valt het vrij goed mee? En als we problemen zien bij de koeien, proberen we ook altijd samen met de veehouder te achterhalen van wat dat de mogelijke oorzaken zijn. Worden er bijvoorbeeld voldoende vitamine en mineralen toegediend? Is de weerstand voldoende bij de koeien? Zijn er veel mortorale problemen? Of wordt er vaak een voetbad gezet? Welke klauwbehandelingen worden er toegepast? Dat proberen we dan eigenlijk gedurende het gesprek ook wel te na te halen. Eigenlijk, terwijl we rondgaan tussen de koeien, zie ik ook heel graag een glans op de vacht. Dat is een signaal van gezonde koeien die het goed hebben, die een optimale voeding krijgen. Gewoon dat getuigt van algemene gezondheid. En wat bijkomstig ook altijd leuk is voor koeien, is zien dat ze zich kunnen borstelen. Een koe die bijvoorbeeld na de droogstand kalft en terug bij de melkveestapel komt, kan hier terug aan de borstel komen. En het moment dat ze aan de borstel komt, dan weet je al van ze voelt zich goed, ze gaat zich gaan borstelen. Dat is een goed signaal. Een koe die net gekalfd is en die eigenlijk na het kalven geen zin heeft om hier te komen, die is precies ook niet zo fit. Dus dat zijn eigenlijk al wat signalen tussendoor die we kunnen opvangen om ook te oordelen hoe het is met een individuele koe. Drinkwater is eigenlijk ook heel belangrijk. We weten dat melkkoeien gemiddeld 3 liter water per liter melk ongeveer gaan drinken. En in de zomerperiode wordt dat zelfs nog een heel stuk ruimer wanneer er sprake is van hittestress. Dus voor een gemiddelde koe mag je toch rekenen dat ze 80 à 90 liter water eigenlijk moet kunnen opnemen. Wat hebben we daarvoor nodig? Dat is zeker 10 centimeter drinkbakruimte per koe in de veestapel. En voldoende kwalitatief drinkwater. Dat is heel belangrijk om ook wel dit water een keer te analyseren. We merken ook wel dat er meer en meer drinkwaterbronnen zijn die niet kwalitatief voldoende zijn, waar toch wel wat problemen mee optreden. En het regelmatig reinigen. Ik zou aanraden om zeker eenmaal per week deze drinkbakken toch uit te kuisen en te voorzien van vers, proper drinkwater. En altijd ook de voldoende doorstroomsnelheid controleren, dat deze eigenlijk altijd voldoende snel terug bijvullen. Want dat speelt eigenlijk ook wel een rol in de voldoende opneembaarheid van water. Om eigenlijk het transzuun op een andere objectieve manier te kunnen beoordelen, kunnen we ook een mestzeefproef gaan uitvoeren. Dat doen we voornamelijk ook wanneer er problemen zich voordoen binnen een veestapel. En met een mestzeefproef gaan we eigenlijk mest gaan nemen van ongeveer 10% van de veestapel. Dus bijvoorbeeld op 80 koeien nemen we dan mest van ongeveer 8 koeien, verse mest. En dat is van koeien die tussen ongeveer 2 en 7 maanden lactatie zijn. Of met andere woorden, geen pasgekalfde koeien en geen langgekalfde koeien die bijna droog komt te staan, omdat de ander eigenlijk wel een beetje een vertekend beeld heeft. Dus we proberen een gemiddelde veestapel in beeld te brengen via deze manier. Dat we eigenlijk ons meststaal ook eens voldoende homogeniseren. Dus we gaan dat eigenlijk gaan roeren. En dan gaan we zo meteen een beetje mest gaan afwegen. We kunnen het op 2 manieren doen. We kunnen het gaan afwegen en dan gaan zeven, maar we kunnen het ook via volume doen. Ik doe meestal het afwegen. Ja. Oké. En dan gaan we eigenlijk zorgen dat we dit op onze zeef gaan leggen en zo meteen met water gaan uitspoelen. De bedoeling zal zijn om te kijken hoeveel eigenlijk van ons potje waarmee we nu starten er eigenlijk gaat overschieten op verschillende lagen of op verschillende zeven. En ook hoe deze fractie er dan uitziet, is dat vooral stengelachtig materiaal, zien we eigenlijk nog veel maïsraantjes terug. Dat willen we wel te weten komen bij de beoordeling. Veel onverteerde graantjes wijzen eigenlijk op een onvoldoende benutting van maïsgraan in het transzuun. Dat kan te maken hebben met bijvoorbeeld de pensflora, onvoldoende fos, onvoldoende microbiel eiwit in de pens. Het kan ook te maken hebben met onvoldoende kneuzing van de hakselaar. Dat zijn verschillende redenen. Ook als we bijvoorbeeld onvoldoende of te veel vezels over hebben zo meteen na het spoelen, kan dat wijzen op een onvoldoende penswerking. Dus dat de pensbacteriën en de micro-organismen en dergelijke eigenlijk onvoldoende kunnen inwerken op het vezelmateriaal. Dus dat is eigenlijk belangrijk om dat op deze manier hier een keer te beoordelen. Als we ons staaltje hebben genomen, gaan we dat nu al uitspoelen met water. We doen dat vrij voorzichtig. Wat doen we nu is eigenlijk het sap
verteerde erdoor spoelen. Zo meteen ga je dat ook zien, dat er hier eigenlijk verteringsstappen uitkomen. Voilà. Ik ga nu eventjes wachten. Je ziet hier al heel wat verteringsstappen doorkomen. Dan ga je zien dat onze mest ook geleidelijk aan het veranderen is in enkel de fractie die eigenlijk niet verteerd is. Nu zie je eigenlijk al een heel ander beeld dan toen we starten. We zien hier eigenlijk al voornamelijk onverteerde fractie. En terwijl we daarnet een volle mest zagen. Dus zoals hier, ik zie wel wat vezeltjes. Maar ik heb nog niet veel tot zelfs geen graantjes gezien bijvoorbeeld. Het zou kunnen zijn dat je hier inderdaad al begint veel maïsgraantjes terug te vinden. Dan weet je duidelijk dat daar een probleem mee aan de hand is. Het kan ook zijn dat je veel maïsgraantjes terugvindt wanneer je met een verse kuil start die eigenlijk nog onvoldoende gefermenteerd is, bijvoorbeeld. Nu zijn we eigenlijk op het einde gekomen. We zien dat ook wanneer het water die eigenlijk uit de zeef komt ongeveer klaar water is nu. En hetgene die nu nog overblijft zegt ons nu of het rantsoen voldoende verteerd wordt. We kunnen dat eerst een keer visueel beoordelen. Je ziet hier eigenlijk nog wat vezelmateriaal. Maar op de ervaringen zien we wat het eigenlijk al best goed meet ten opzichte van wat we gestart zijn. Straks gaan we dat ook eventjes afwegen. En eigenlijk wanneer we het zeven uit elkaar halen, ga je zo meteen ook zien dat er wel wat verschillen zijn. Als we hier nu bijna klaar zijn, ga ik dan ook dit balletje wat uitnepen. Zodat al het overige vocht eruit is. Zo. En dit balletje gaan we nu afwegen om zo eigenlijk te weten hoeveel er over is ten opzichte van het begin. Dat doen we identiek voor de volgende zeven. En dan hebben we eigenlijk op het einde ook een scorekaart waar we deze kunnen mee vergelijken. Als je deze dan nog wat open pluist, dan zien we in deze situatie eigenlijk, zoals we eerder zeiden, geen maïskorreltjes of bijna geen maïskorreltjes terug. En dat is eigenlijk wel een goed teken. Ik vind altijd dat een mest safeproof heel visueel is, ook voor de melkveehouders, want er zijn niet zoveel melkveehouders die op deze manier eigenlijk al een mest beoordeeld hebben. En het zegt toch wel eens iets anders dan eigenlijk in de stal de mest beoordelen. Het helpt ons zeker en vast ook wanneer er problemen zijn in de rantsoen om deze toch wel extra uit te pluizen. Dat is hier het rantsoen van de droge koeien, dus die worden op een heel andere manier gevoederd dan melkvee. Melkvee is heel intensief, dat is eigenlijk 950, 960 fem per kilo droge stof, dus alles moet daar heel geconcentreerd in zijn. Bij droge koeien is het omgekeerd. We willen ze niet gaan vervetten, in die droogstand valt die melkproductie weg, die heel veel energie nodig heeft. Maar op hetzelfde moment gaat ook het volume van hun maag gaan krimpen, omdat die baarmoeder gaat groeien, gaat de pensvolume gaan krimpen. Dus moeten we ergens een evenwicht gaan zoeken, dat die koe 24 op 24 blijft eten. Een collega in Noord-Frankrijk had ooit een keer gezegd, eigenlijk kun je een droogstand, 6 weken droogstand, niet beter vergelijken dan met 6 weken voorbereiden op een marathon. Je mocht die 6 weken voor een marathon niet lui zijn, je moet intensief trainen, maar je presteert niks op dat moment. Het presteren gebeurt achteraf. En er zijn ook een aantal projecten, transitiemanagement van melkvee, waarbij we ook helpen zoeken van hoe kunnen we dat optimaal gaan laten verlopen. Want een droge koe presteert niet op een bedrijf. Maar een keer dat ze dan gekalfd heeft, moest ze direct aan 100% gaan renderen. Het is die overgang wat op veel bedrijven soms moeilijk loopt. En het is dat je moet proberen te optimaliseren. Dus een droogstandsrantsoen. Hier bestaat dat uit een 20 kilo kuilmais met 8 kilo grashaathooi en 1,75 kilo eiwitcorrectie. In het verleden werd dat in lagen gevoederd, werd gewoon mais en grashaathooi erop gedaan. En dan kwam de conclusie dat je maar 20 kilo mais en 6 kilo grashaathooi in de koe kreeg. Dus die 20 kilo mais is voor de energie aanbreng. Maar door te mengen kan er gewoon al 2 kilo droge stof of 2 kilo grashaathooi extra in het rantsoen gebracht worden. Dus dat wil zeggen dat die pens per 24 uur 2 kilo hooi meer gaat verwerken. Dus de training naar die marathon is intenser en is positiever.
Wat dat er ook binnen dat transitieproject ook duidelijk is, is dat eigenlijk een koe bij van de droogstand veel meer volume in haar maag geeft, waardoor ze meer kan eten dan dat ze nodig heeft. Terwijl op het einde van een droogstand, dat kalf is op zijn grootste, ze bent uierweefsel aanmaken en ze bent biest aanmaken, heeft ze veel meer energie nodig, terwijl het volume van haar pens kleiner wordt. Dus daar is de conclusie een klein beetje dat we toch ergens moeten twee groepen droogstandsrantsoenen maken. Dus een eerste rantsoen, dit, wat dan waarschijnlijk rond de 850 fem per kilo droogstof gaat uitkomen, met een 50-55 dv per kilo droogstof. De laatste 14 dagen van een droogstand willen we dat gewoon 1 tot 2 kilo krachtvoeder meer gaan insteken. Waarom? Het volume van van de maag is 10% ingekrompen, de laatste week alleen al 10% gekrompen. Dat krachtvoeder pakt heel weinig plaats in, dus kunnen bijna surplus in die maag gaan krijgen en krijg je 900 fem per kilo krachtvoeder extra in die koe. Wat dat er ook nog belangrijk is naast het eiwit, de kilo en half eiwit, is ook dat er droogstandsmineralen, typisch aan droogstandsmineralen, is dat heel laag op calcium zit, hoog op magnesium en dan ook rijk aan vitamines en spoorelementen die in feite voor die koe in een droogstand heel belangrijke dingen zijn. Ook een punt, terug, die smakelijkheid. Dus je kunt voor 2 dagen, want droogstaande koeien zijn een kleinere groep op je bedrijf, wordt rap voor 2 dagen gevoederd, maar je moet als veehouder ook belangrijk vinden van kijk, op het moment dat ik aan het opkuisen ben, ruik het even fris als op het moment dat ik het ervoor breng, het verse plantsoen ervoor breng. De koe moet nog blijven graag eten om weer die 24 op 24 van dat rantsoen te gaan vreten. Er kunnen dus heel wat analyses uitgevoerd worden om tot een herberekening te komen. Doorgaans is het aan te raden om het voeder te analyseren nadat een nieuwe gras- of maïskuil wordt opengemaakt. Maïs is eigenlijk een redelijke stabiel eigenlijk in het rantsoen en meestal scheelt dat niet zoveel. Maar gras kan eigenlijk wel grote verschillen veroorzaken. Gras dus worden eigenlijk ingekuild en dat kan eigenlijk naar mat stadium van inkuilen eigenlijk kan dat een grote factor zijn eigenlijk op het rantsoen eigenlijk. Ja. Wat dat bijvoorbeeld ook nog reden is om het rantsoen te herberekenen is eigenlijk bijvoorbeeld de overgang naar de weidegang. In het voorjaar, toen is het ook zeker nog nodig. Toen juni, juli, wanneer dat de grasgroei wat stilvalt, moet er weer een groter aandeel aan voeder van in de silo gegeven worden. En toen moet dat ook. Dus het is eigenlijk bijna om de 2 maanden is er toch wel iets meestal dat ik moet bekeken worden. Rantsoen herberekenen en bekijken is een van de belangrijkste dingen eigenlijk binnen melkveehouderij eigenlijk. Want anders ben je blind aan het varen eigenlijk en weet je niet wat je uitkomt.